Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Oh, dit wordt vervelend. Zoals je ziet, de raam is aan het beslaan. Ik zit natuurlijk in een koude auto en ik kan de aanjager niet aanzetten natuurlijk, want dan kun je mij niet horen. Maar voor sommigen is dat misschien prettig, maar ja, dan moeten ze ook niet kijken als ze het niet prettig vinden. Dus bij deze, goed, lekker een bos. Ja, ik heb 4 rondjes, maar dat ging niet gemakkelijk. Man. Ik weet niet hoe dat kan of... ja, natuurlijk weet ik wel hoe dat kan. Natuurlijk heel lang niet meer gelopen in het bos. Door dat gedoe met mijn voet. De hele tijd. En ja, weet je, dan raakt het ook in de vergetenheid. En dan in je ritme enzovoort. Dus dat werkt allemaal mee. Of juist in dit geval tegen. Maar... ik denk als ik dit nou weer een tijdje ga volhouden, dan komt het vast wel weer goed dat ik dan straks die 4 rondjes weer relatief goed kan lopen qua tijd ook. De tijd die nou lopen eigenlijk, ja, formeel gesproken is het nog steeds denk ik prima voor een bosloopje. Maar als ik dan weer terug ga van wat ik in het verleden wel eens heb gelopen, ja, dat ik 6 minuten 10, 6 minuten 15 liep en nu zit ik gewoon op 6.35, 6.40 af en toe. Moet ik ook zeggen dat vandaag, dat met wat ik al een keer heb uitgelegd, dat hij stopt op het moment dat ik stilsta, dat duurde langer. En dat hij überhaupt zeg maar aangaf van dat hij in een resume gaat, in een resume mode. Oftewel zeg maar een soort pauze modus. Dat op het moment dat je stilstaat, dan scheidt hij uit. En als je alweer gaat lopen, dan gaat hij beginnen met tellen. Nou, die modus, die duurde bij twee rondjes best lang. Voordat je dan hoort in je oortje van time resume of iets dergelijks, geef je dan aan. Dan ben je zeg maar bezig met je oefening. En dan, ja, dan hoor je in één keer van time resume. En op het moment dat je nog bezig bent met de oefening, gaat die in één keer weer aan. Dus ja, er zitten wat meethiaten in, zoals ze dat wel eens noemen. Maar goed, het is ook maar een puntje van, ja, van een paar seconden naar een paar seconden. Het kan goed 10, 20 seconden zijn die je dus mist. Ja, dat mis je dus uiteindelijk ook op je snelheid van je ronde. Of tenminste op je looptijd van je ronde. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik ga nog eventjes onderweg naar de fitness. Ik ga ook even een klein rondje doen. Dan heb ik de zon nog weer beleefd. Want vandaag hadden wij geen wedstrijd. We zouden een wedstrijd hebben. Alleen een beekwedstrijd. Alleen die hebben we afgelopen donderdag gespeeld tegen Aldenia. Ja, die hebben we gewonnen. Was nodig? Ja. Was de verplichting om te winnen? Ja. Waarom? Omdat het een derde klasse is. Dan moet je als vierde klasse districtspelers of het team moet je daar gewoon van binnen. En ja, het blijft altijd lastig als je tegen lager geclasseerde gaat spelen. Die hebben toch een heel ander soort voetbalinsteek dan wat wij hadden. Doorgaans. Alleen, ja, weet je, normaal gesproken, als jouw team loopt zoals het loopt, dan, ja, dan uiteindelijk dan was je er toch wel overheen. Op het moment dat het eerste doelpuntje al gescoord is en de tweede erachteraan, dan komt de rest vanzelf. Maar omdat wij sowieso zelf ook al een beetje in de tussenhaakse malaise zitten, een klein beetje. Spelers die een beetje uit vorm zijn, het systeem wat nog niet helemaal loopt. Ja, dan mag je nu blij zijn dat je gewoon die 2-0 hebt gewonnen. En dan zou het 1-0 zijn geweest. Zwa. So be it. De zon is nou alleen vervelend deze morgen. Wel lekker trouwens hoor. Het was een prima temperatuurtje om te gaan hardlopen. Het is in ieder geval droog hier. Dus dit was alleen maar fijn. Nou, ik kom aan bij de sportschool. Dus
Ik ga bij deze afsluiten. Zo. Nou, zie je het zonnetje? Ik zeg tot de volgende keer. Dus even duimpje omhoog, even abonneer op de kanaal. En dan zie je de volgende keer weer terug. Ik zeg fijne zondag verder. En de groeten. Tot volgende week. Duimpje, abonneren. Ciao. De groeten.